Welkom terug bij Os Kiest, het programma over de gemeenteraadsverkiezingen in Os. Door een herindeling mogen de inwoners woensdag 24 november hun stem uitbrengen op een politieke partij. De partijen zijn het onderling vaak niet eens, maar uit die verschillen kan een kiezer veel opmaken. In Os Kiest mochten de politici daarom allemaal een cadeautje meebrengen om die verschillen aan de kaak te stellen. U mag kiezen met wie ik de volgende keer ga praten. Wie gaat dat worden? Dat wordt Reina de Bruin. En ik heb voor haar een brood meegebracht. En zij is van de? VVD. En de VVD die gaat niet alleen landelijk, maar ook lokaal flink bezuinigen op cultuur. En zet de bijl in de wortels van de solidariteit. En ik heb voor haar meegebracht een regeringsbrood. Dat kreeg ik vroeger te eten, kort na de oorlog. En dat was voor de arme mensen. En dat was het goedkoopste van het goedkoopste. Dus ik ben naar de winkel geweest. Ik heb het goedkoopste brood gekocht wat er is. En misschien zet dat haar toch tot nadenken. Wat zegt u daarop? Nou, dat u dat toch verkeerd ziet. En daarom wil ik meneer Edding oproepen om niet al zijn energie te stoppen in het verduren proberen op te lossen van het probleem aan de achterdeur. Terwijl de achterdeur is dan een bijstand? De uitkeringen, zorgen voor goede uitkeringen. Maar hij moet proberen alles aan te doen, want de voordeur die wagenwijd open staat, om daar nou eens wat aan te doen. En die voordeur is in feite gewoon de werkgelegenheid. U mag uitkiezen met wie ik de volgende keer ga praten. Wie wordt dat? Dat wordt Frank den Brok, dat is de lijsttrekker van de lokale partij het VDG. Frank den Brok van de VDG. Ik heb een klein presentje voor u van mevrouw de Bruin van de VVD. Zij zegt, wij hebben een lijntje met Den Haag lopen en de VDG heeft dat niet omdat zij lokaal zijn. En zij vindt dat jammer. Alsjeblieft. Ja. Dankjewel, origineel. Ik zie hier een retourtje Os-Den Haag treinkaartje. Ik dacht dat ze wilde vragen of ik Haagse ambities had. Nee, heb ik niet. Nee, wij vinden het helemaal geen gemis dat wij puur een lokale partij zijn. Dat is juist onze kracht, denk ik ook. Onze verkiezingsslogan dit jaar is niet voor niks lokaal, centraal. Daar willen wij echt mee benadrukken dat wij de enige lokale partij in Os zijn. Dat we niet zoveel te maken hebben met wat er buiten Os gebeurt. Dat we ons puur kunnen richten op wat er hier gebeurt. U geeft de microfoon door aan Joop van Osso van Trots op Nederland. Wat heeft u voor hem meegenomen? Ja, dit is dus een poppenkast. En dat heeft een beetje te maken met de politieke ontwikkelingen rondom Joop de afgelopen jaren. Zeg maar. Hij is natuurlijk met ruzie weggegaan bij de VVD en is voor zichzelf begonnen als Trots op Nederland. Ja, ik kan Joop vragen van ja, was het niet een beetje te veel poppenkast? En heb je niet gewoon ontzettend veel spijt dat je niet gewoon nu lekker bij de VVD zit met een hele nieuwe club mensen? Of ben je nog steeds helemaal blij dat je voor Trots op Nederland het gaat proberen? Ja. Nee, ik heb daar geen spijt van. Ik heb toen, er was een kleine oneenigheid binnen de fractie. En ja, je kunt twee mensen die je dan eigenlijk weg wilt sturen, kun je niet wegsturen. Dan zeg je van, nou ja goed, dan ga ik wel, want ik ga niet met twee fracties werken in Os. Dat kan niet. U heeft een cadeautje voor de volgende persoon die ik ga interviewen. Wie wordt dat en waarom een plant? Het wordt Gebert Lucassen, lijsttrekker van GroenLinks hier in Os. En ik heb hem deze levensboom, noemen ze het eigenlijk, wil ik hem geven, omdat GroenLinks een partij is voor natuur en milieu. En ze stellen eigenlijk natuur en milieu boven welzijn. Wij van Trots op Nederland doen dat anders, maar wij zijn natuurlijk ook heel erg blij als er in Os en Nederland een mooi landschap ontstaat waarin veel groen is. Dus ik hoop dat ik een stukje bij kan dragen aan een trotser Nederland. En een groen Os. En een groen Os. Dankjewel. Nou, ik ben het er niet helemaal mee eens dat wij groen bovenaan het partijprogramma hebben staan. Maar dat zal ik daar nog even vertellen. Maar ik ben altijd blij met iedere boom die ik krijg. En ook van Joop van Orso. U mag beslissen met wie ik de volgende keer ga praten. Wie wordt dat en wat heeft u voor hem of haar meegenomen? Toon Jaspers, lijsttrekker van het CDA. En ik heb meegenomen eieren. Scharreleieren ook. Echte scharreleieren van kippen die buiten hebben gelopen. We botsen nog altijd met CDA. Die vinden dat wij te hard ingaan in onze strijd tegen de bio-industrie. Daar is Tony blij mee. Bovendien is Tony ook gaan twitteren. En heel lang heeft er in plaats van een foto een ei gestaan op zijn Twitter. Dus vandaag dit cadeau voor Toon. Ja, dat ei op Twitter, dat komt omdat ik de foto niet kon vervangen. Maar er staat ondertussen mijn kleindochter op. Dus dat is ondertussen. Dat ei is weg. Nou, ik heb voor Hendrik Hoeksema van de PvdA heb ik een jam, een bramenjam uit het platteland, hè? Husselingse bramenjam, door mijn vrouw zelf gemaakt. Ja, ik kan geen jam maken, maar... En daar heb ik een boekje bij gedaan met overbodige regels. We hebben nogal wat regels hier in het land. En ook de PvdA vind ik een goede partij, maar te veel regeldrift. Ja. Dat overhandig ik aan u. En ik heb een briefje, dat zat erbij. Wilt u dat voorlezen en een reactie geven?
Ja, dag Hendrik. Mag ik zelf jam maken of moet ik daarvoor een vergunning aanvragen? Nou ja, Toon. Natuurlijk hoef je daar geen vergunning voor aan te vragen. Want zoals je weet hou ik ook helemaal niet van overbodige regels. Dus hoe minder regels, hoe beter. Nou, dit is voor Frans Molenkamp, de lijsttrekker van D66. Dit zijn kroonjuwelen. Want D66 staat voor mij echt bekend als de kroonjuwelen van de gekozen burgemeester en het referendum. Nou, daar is eigenlijk niet zo heel veel van terechtgekomen. En D66 doet nou voor het eerst sinds 8 jaar weer mee in Os. En het is eigenlijk mij een beetje onduidelijk, want het verkiezingsprogramma heeft heel erg lang geduurd bij D66. Ja, waar staan ze nou eigenlijk voor in Os? En welke nieuwe kroonjuwelen? Ja, precies. Welke nieuwe kroonjuwelen heeft D66 lokaal? Nou, mooi. En als dit dan de kroonjuwelen zijn, dan zal ik ze een plekje geven. In ieder geval aan mijn vrouw geven. Want die zal ze waarschijnlijk eerder dragen dan ik ze draag. De kroonjuwelen van D66 is toch de vernielde democratie. Wij zoeken toch naar meer inspraak, betere inspraak, andere vormen van ook raadsvergaderingen. Dat is een van onze kroonjuwelen. U heeft iets meegenomen voor de burgemeester, burgemeester Klitsie. Wat is dat en waarom? Ik heb een symbolisch cadeau. Dat is een verhuisauto, vuilnisauto, net hoe je het noemen wil. Omdat wij onze andere manier van vergaderen zal het ruimte geven om de raadzaal te halveren. Met minder mensen, meer slagvaardig zijn, een nieuwe bestuurscultuur. Dus de mensen moeten in de vuilnis? Nee, de stoelen en de tafels die zijn over, die kunnen weg. En dat telt ook voor een stukje bezuiniging in het ambtenarenapparaat. Dus dan moet er wat afgevoerd worden. Vandaar dat we gekozen hebben voor een verhuisauto. Burgemeester Klitsie, uw reactie? Nou, ik ben het niet met hem eens dat het hier niet efficiënt zou gaan. Maar dat komt misschien omdat dat Frans nog niet zo vaak in dit huis is geweest. Ik gun hem dat van harte, dat hij hier wat vaker kan komen. En dan zal hij zien dat het heel efficiënt werkt. Kan altijd efficiënter natuurlijk. Maar ik ben daar niet, zeker als portefeuillehouder personeel en organisatie, ben ik er niet ontevreden over. En straks zijn de verkiezingen, woensdag 24 november. Wat gaat er met u gebeuren daarna? Ja, bij een herindeling is het zo dat de zittende bestuurders, waaronder dan de burgemeester, die worden per 31 december van dit jaar dus, van rechtswege, zoals dat dan plechtig heet, ontslagen. Dus dat betekent dat je gewoon je ontslag krijgt, omdat er een nieuwe gemeente ontstaat. En die nieuwe gemeente die moet op zoek naar een burgemeester. En gaat u daarvoor solliciteren? Ik heb dat een overweging. Ik ben daar altijd heel eerlijk in geweest. Ik ben ook vorig jaar, of het jaar ervoor geloof ik, ben ik weer voor 6 jaar aangesteld. De raad wilde dat graag. Ik voelde me zeer vereerd. Ik heb ook gezegd, ik doe dat met veel plezier. Maar we wisten met z'n allen dat er herindeling aankwam. Dan starten we weer een hele nieuwe procedure. Ik heb gezegd, dan zijn we weer een paar jaar verder. En voor mij, volgens mij moet dat ook voor de raad gelden, is dat een moment dat je toch weer even stilstaat bij je eigen positie en bij je functioneren. En dat kan voor de raad, maar het kan ook voor mij een afweging zijn om te zeggen, misschien een ander. Maar zover ben ik nog niet en ik weet niet hoe ver de raad is. Maar is de kans groter van wel of groter van niet? Nee, daar kan ik niks van zeggen. Ik kan het niet in gewichten uitdrukken. Ik zit er echt, dat doe ik samen met mijn vrouw en met mijn gezinnetje, zit er echt over te dubben en over na te denken wat ik ga doen. En het kan net zo goed zijn dat ik zeg, ik teken weer voor 6 jaar. Of dat ik zeg van, het is misschien tijd dat er een ander komt. Over de verkiezingen, wat verwacht u van de opkomst hier aan ons? Ik verwacht, ook gezien het belang daarvan, want we gaan best een zware tijd tegemoet, waarin alle partijen redelijk duidelijk hebben aangegeven in de campagne waar ze voor gaan en waar ze voor staan. Dat het heel veel Ossenaren toch, en Littenaren nu moet ik zeggen, toch wel uitdaagt om hun stem uit te brengen, om mee te helpen richting kiezen aan welke kant het op moet gaan. Dus ik verwacht toch wel een bovengemiddelde opkomst.